run je in vredesnaam een gaming website met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Nou jongens, jullie weten, de Tuk Tuk Tours is over. We zijn hier een beetje aan het opruimen. Maar nou hebben we natuurlijk één dingetje. En dat zijn de magneetstickers van de Assassin's Creed Tuk Tuk Tour. Nou zijn dat deze platen hier. Ik zal ze even laten zien. Zo, deze zo. En deze, die eronder zit. En de mooiste misschien is wel de onderste. Dat zijn deze. Ik zal ze even goed laten zien. Zo. Er staat ook het logo op. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ja, als je wil hebben, mag het komen ophalen in Bunnek. Moet je maar even reactie achterlaten. En als niemand het wil, dan gaan ze naar de container. Want ze zijn gebruikt en ik heb hier ook niet echt plek voor. Dus laat me weten wat ik ermee moet doen. Kun je zien dat ik zo ziek als een hond ben? Zie je dat? Zie je? Ik wel, man. Maar er moest vandaag toch wat gebeuren. Er moest nog een gear worden gemaakt. Nee, toch? Yo, dan. Ze hebben de GXT 155 muis van Trust behandeld. Maar we gaan straks een hele vette prijsvraag opnemen. Met dit boek. En die kun je denk ik al wel online zien. Maar dit is dus de Nederlandse vertaling van de Star Wars Trilogy. Nou, het is werkelijk hilarisch. Echt met woorden als de kracht. Wat de Force is natuurlijk. En we gaan straks een reading doen uit dit boek. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Hans Otjes, die had een beetje een probleem het afgelopen jaar. Dat is mijn ambacht. Wow. We gaan op pad vannacht. Wow, wow. We jagen op het monster. Dat er de studio is verhuisd naar bijna Duitsland. Dus we hebben iets gekocht waardoor Hans nu altijd hier op GNSQ zelf kan zingen. We krijgen dus echt een soort van audio ding. Dit hebben we gekocht. Kijk hoe vet. Het is echt zo'n scherm achter voor je stem. En dan gaan we hem strakjes, en dat wordt helemaal vet, gaan we hem hier monteren. Want dit is namelijk het Riot Shield van Rainbow Six. En dan gaat het hier achter zo staan. En dan kan Hans hier altijd zingen wanneer hij zin heeft. Mooi hè? Het glimt ook. Echt vet. Tom, ja? We hebben nog één pakje. Nog één? Van kerstdag. Oh, dat pakje. Ja. Oh, en ik wist al dat dit een game was, maar ik kon niet zien welke. Of niet. Jawel, het staat op de achterkant. Het is... Oké, ik verklap het niet. Te makkelijk. Xbox, allereerst bedankt voor dit fantastische pakket. Ik vind het heel erg leuk en hoppatee! Gelukkig nieuwjaar. Champagne. Prosecco. Ja. Whisky. Ja, Moscato. En zo hebben we heel veel drankjes die wij uit ons hoofd kennen. En, maar ik was, we waren, het is 1 januari, we zijn even op Gede Schiel, even Games Radio maken. Dan gieren de banden weer weg. Maar we kregen twee hele lieve kaartjes. Tenminste, dat denk ik. Ja, die komt straks. We doen eerst deze, want ik heb het idee aan het handschrift te zien dat het van een Gamersnet bezoeker is. Daar bedoel ik niks mee. Maar als we van publishers kaartje krijgen, dan is het vaak voorgedrukt. Ja, en briefpapier dan zo. Dus dit is heel erg persoonlijk en lief. Dat hopen we. Voor hetzelfde geld is het gewoon een doodsbedreiging. Dat zou ook vet zijn, want die heb ik nooit gehad. Kogelbrief! Yay. Of Antrax zit erin. Vet! Oké, ga mensen nou niet op ideeën brengen. Nou, een beetje Antrax kan geen kwaad. Dat kan dus wel heel erg kwaad. Zoek het op voordat je het koopt en het naar ons toe stuurt, please. Ik heb zelf nog niet gezien wat erop staat. Hartelijke gelukwensen. Oh. Beste redactie van Gamersnet. Ik wens jullie fijne feestdagen en een gelukkige jaarwisseling. En mag 2016 een mooi gamejaar worden van Tom Snof, aka Thomas. Ciao. Awesome. Thanks Thomas. Thomas. En sorry dat ik je af en toe Tom noem. Want we hebben er echt te veel Thomas en Tommen. Nou komen we bij het tweede kaartje. Daar zit een beetje een verhaal aan. Want dit is het tweede kaartje. Ik weet niet van wie het is. Maar er zit geen postzegel op. Dus we krijgen van dit PostNL van een kaartje van... Willen jullie alsjeblieft deze 2,07 euro even betalen aan ons? Wat deze zo gefrankeerd verzonden. Dit is gewoon van iemand die ons aan het stangen is of zo. Van, I don't know. Of hij is het gewoon vergeten. Zal ik hem ook maken? Dus je mag doneren. 2,07 euro. Oh, frankering gecontroleerd. Ik dacht dat er iets op stond met gecondoleerd. Dat zou wel een hele awkward turn zijn in dit vlog. Maar ja. Oh, als het een rouwkaart is, word ik echt niet blij. Maar dat is, dit is niet de tijd van rouw. Dit is de tijd van feesten. Er gaan ook mensen dood bij januari. Tom. Te veel, jongens. Doe voorzichtig aan met vuurwerk. Hopen dat jullie allemaal nog je vingers hebben. Wacht, dan ga ik weer vuurwerk afgestoken. Nee, okay. Te skeer. Ja, mijn eigen vuurwerk. Nee, snap. Okay. Ach, een schitterende sneeuwpop. Ja, ja. Prettige feestdagen.
Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Robin/PSP Freak. Thanks, Robin. Thanks, guys. Dus die gaan op de Wall of Fame. Ja, sowieso. De Wall of Fame, voor niet, voor mensen die hem niet kennen. We hebben een prikbord dat ragvol zit. Ik ga er nu heen. Knippie. Okay. Kijk, dit is ons prikbord. En daar hangen allemaal dingen op van jullie. Dus daar komt dit nou bij. Dus het gaat een mooi plekje geven. En we doen altijd... Ja, de nieuwste moeten een beetje vooraan natuurlijk. En aangezien het nu weer feestdagen tijd is... Ja, zo... want wacht. Is deze niet gewoon van vorig jaar? Ja? Ja, oké. Okay. Ja. Dus daar gaat hij dan overheen. Hoppatee! Zo, vind je niet? Want die heeft wel het Gamers Glow. Wel het oude Gamers Glow, maar toch is mooi. En waar gaat het nog meer overheen? Ik denk dat hij zo... Ja, maar deze tekening is ook wel leuk. Wacht, doe hem hier. Is dat goed? Wacht, wie volgt ons allemaal niet meer van de mensen die iets in hebben gestuurd? Die mogen wel een punaise doorheen. Echt, waarom is dat... Waarom doe je hoodie op? Is dat een soort imago-ding voor 2016? Ja, mijn goede voornemen was meer badass zijn. Meer badass. Dat is de eerste stap. Terwijl iedereen weet dat ik echt van de straat kom. Als iemand streetwise is... De ghetto. De ghetto. De ghetto. Met de pipa's. Popo's. Zo niet. Zo niet. Kijk een luiskeentje. In de chilla. Maar luister, als je, ben je eruit of we dit op YouTube gaan voortzetten? De vlogs? Ja. Ik weet het niet. Ik heb het idee dat de vlogs misschien beter thuis zijn bij Gamersnet en niet op YouTube. Maar we zullen zien. Als je dit kijkt op YouTube, het is sowieso een dag eerder op gamersnet.nl. Ja, en wil je nou wel dat de vlogs wel op YouTube blijven, geef dan even wat likes. Als we er 50 halen, blijft het op YouTube. Klaar. Heb je het? Heb ik nu bepaald. Okay. Nou, bij deze. Het ligt helemaal in jullie handen. En als je ons niet volgt via YouTube, volg ons lekker op Facebook en Twitter. En alle kanalen. Twitch, Gamersnet. Ja, alles. 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 The works. 2016 zijn ook wij niet van jouw beeldbuis af te slaan. Is de outro nu bijna langer dan de hele vlog? Dat klopt. Vinden wij dat erg? Een beetje. Gaan we daardoor eerder stoppen? Nee. Rek het nog even anders. Ja. Get wrecked. Zo, hij is echt van de straat. Oh!